Misschien moet je even op je kind letten. Een hele goede morgen. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Het is 5 uur 's ochtends, dus misschien denk je, waarom ben je zo druk? Maar Ted en ik zijn best wel blij, want Willem is 10 dagen weg geweest in Amerika. En we gaan hem zo als verrassing ophalen. We gaan papa halen, schat. Snel, de auto in. We gaan papa halen. Ja, we gaan papa halen. Joepie. Iets heel ergs gedaan. Nou, ik heb één sleutel binnen in de deur laten zitten. Oh, fuck. Dus nu krijg ik de deur niet meer. Nu kan ik het huis niet meer in. Zo. Ik heb wel een sleutel bij je. Ja, ik heb een sleutel bij me. Maar ik was zo aan het stressen met Teddy en zo. Want... Ja? Maar ja, zo balen. Oh nee. Ted, gaan we naar papa? Ja. Zeg dan papa. Oké. Papa. Nou, we zijn nu aangekomen op Schiphol en ik heb echt een mega probleem, want ik heb dus de sleutel in de deur binnen heb ik een sleutel laten zitten. Dus dan kom je je huis niet meer in. Dus ik moet straks aan Willem gaan vertellen. Welcome home. Surprise. Surprise, we zijn thuis, maar we kunnen niet naar binnen. Oh, wat snel. Ik denk, we gaan nog koffie drinken. Hallo. Ja, papa. Wat gezellig. Leuk dat je er bent. Die papa gemist. Ja, hè? Hallo, mijn liefie. Vind je dat gek? Hallo, mijn schat. Ik heb op mijn man gewacht. Ja, jouw man moet wel even was pas reeds. Ah, die wist ik. Maar even koffie halen, zei hij. Vraag worden aangeboden. Er is een heel klein eukeltje. Ja. Wat heb je daar? We hebben een klein eukeltje. Maar ja, wat dan? Wat je daar nog niet hoe het gaat? Jongen, zoveel jaren dan. Binnenkant van de deur. Weet je het nog niet? Ik stopte heel eventjes met filmen, want het was een beter idee. We zijn gelukkig zonder gebroken ramen het huis ingekomen. Een beetje bijgeslapen van de reis en zo. Dus ik had niet heel veel om nog te filmen verder. Sowieso wil ik vanaf nu gaan werken met weekvideo's, dus gewoon weekvlogs. Want mijn focus gaat in vanaf volgende maand starten er nieuwe dingen, vooral op mijn Instagram TV. En daar heb ik echt heel veel zin in, veel meer creatievere uitdagingen en ander soort video's dan vlogs. Maar mijn vlogs blijven wel gewoon, ik blijf wel voor jullie gewoon 1 keer in de week een weekvlog. Maar ik had wel gewoon zin in iets meer een uitdaging. Want ja, ik heb best wel lang ben ik veel met Tedje geweest. En veel met Teddy. Ja, mijn focus is natuurlijk gewoon nu sowieso bij het moederschap en bij Teddy. Maar ondertussen is mijn hoofd nooit gestopt met creatief denken of zo. Dus ik heb heel veel dingen bedacht de laatste 10 maanden. En dus die ben ik nu aan het uitwerken. En die gaan van de volgende maand denk ik wel starten op mijn Instagram TV. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Daar later meer over. Maar vandaar dat ik jullie nu eventjes zeg. Als er nu op woensdag om 1 uur ongeveer een video online komt. Dan is het een weekvlog.
die een beetje verspreid is over hoe mijn week was. Dus vandaar nu de volgende dag. Het is vandaag echt een lazy Sunday. Ik ga niet heel veel doen. Hallo. Verder gaat het wel, Harry. Sinterklaas is net weg en ik heb dan altijd zoiets van, nu mag ik wel een kerstboom. Maar goed, Teddy die loopt net. En dus het leek mij dit jaar gewoon geen goed idee om een kerstboom op de grond te zetten. Willem is naar een optreden van zijn theatertour. En mijn vader en zijn vrouw die zijn onderweg hier naartoe. Oh, ze zijn er al. Hey. Kom jongens, gedraag je, hè? Hallo. Goeiedag. Oh, Chef, kom. Chef. Ted slaapt nog. Echt waar? Ja. Ja, ze zal wel ieder moment wakker worden hoor. Chef, kom. Ja, kom lul. Oh, jullie hebben eten meegenomen. Wat lief. Chef! Denk aan het grote. Wat verwacht je eigenlijk van hem? Chef, kom. Extreem blij. Oh, ja. Oh. Ja, ja, ja. Ja, je bent ja, lief. Laag. Jongen, kom. Laag. Zo leuk, hè, honden. Zo leuk. Ja, ga maar, doei. Nee, ik denk misschien wil hij even zijn ei kwijt buiten. Maar, Oh, Gerard, ook rukzak. Ga even buiten spelen. Hup. Oh, leuk, hè. Stukje tennisbal. Pakbal. Maar, wat ik dus aan het zeggen was, Sinterklaas is nu weg en ik vind het wel gezellig om nu een kerstboompje neer te zetten. Alleen, Tedje die loopt nu overal en die gaat overal aanzitten. Dus ik dacht, misschien is het gewoon het handigst. Als ik hem daarop neerzet, is misschien gewoon nog het best. Dan kan ze er niet bij. Ja, mijn huis is een beetje een troep, maar we zijn aan het verbouwen. Nou, niet echt verbouwen. Ik heb heel vaak de vraag gekregen of ik een home tour wil opnemen. En dat wil ik op zich wel doen. Alleen, we zijn wel begonnen met dingen veranderen in het huis. En naar onze eigen smaak brengen. Maar omdat we gewoon best wel een groot huis hebben, is dat gewoon, duurt het allemaal wat langer. Dus we zijn er nu mee bezig. We hebben van de week hebben we de muur hier geschilderd. Of laten schilderen. Die is roze geworden. Roze met, ja, je kan de kleur niet heel goed zien. Maar dit is een soort kleitint, een beetje bruin. En de vloer gaat er binnenkort uit en de radiatoren gaan weg en zo. Dus er wordt nog heel veel veranderd in het huis. Want dit is allemaal nog een beetje zoals de vorige bewoners. Dus ja, die kamer gaan we aanpakken, deze kamer gaan we aanpakken en die kamer gaan we aanpakken. Een serre is dat. Ja, dus wordt vervolgd. Ik ga jullie nog wel een keer laten zien als het af is. Je was al wakker, liefje. Was je al wakker? Was je al wakker, mijn lieverd? Opa en oma zijn er, schat. Hey, schat. Word jij zo lachend wakker? Hey, goedemorgen. Nou, goedemiddag. Bijna goede avond, mag ik wel zeggen. Hond. Ik ben je moeder, geen hond. Mua. Heb je lekker geslapen, mijn schat? Hè? Oeh, jij hebt wel één grote hobby in je leven, hè? In je korte leven. Slapen. Je mag kerstballen uitzoeken vandaag. Gaan we kijken wie er beneden zijn. Hondjes zijn ook beneden inderdaad. Maar opa en oma zijn ook beneden. Ze was wakker. Ja. Hey, Teddy. Hallo, schat. Oh, is het nog niet zo ver? Nog even aan het wakker worden. Hond? Chef. Hoi, schat. Chef, chef. Je bent echt net wakker. Je bent echt net wakker. Kom, ga lekker bij oma zitten. Ik ga even spullen pakken.
De buren hebben wel een mooie kerstboom. Ik ben weer lekker laat, want de stad gaat over een kwartiertje dicht. Dus ik hoop dat het nog open is. De kerstballen. En dan lopen we weer terug. Zijn we toch even buiten geweest? Ja, we hebben toch even een frisneusje gehaald. Oh, papa, met losse veters. Die moest ik hebben. Alles is dicht. Stom. Ik vind het stom. Vrouwen zijn nu hier voor kerst inkopen. Oh ja, joh. Hier, Ted, voor jouw kamer. Ted, een babyboom. Mooi, hè? Ik heb in één keer helemaal zin erin. Nou, dan gaan we maar kerstproef maken hier zo. Hoe ze alles inpakken. Lekker de helft aan. Kersenmus. De helft flikkert eraf. Ik had dus hele leuke ideeën, maar... Ik vind die best leuk. Alleen dat wil ik niet. Nee. Broeken? Ik wilde dit ding wilde ik dus aan de muur hangen, maar dat ging ook niet echt eigenlijk. Nee, we gaan gewoon door. Misschien moet je even op je kind letten. Dit is gevaar.
Jij kent dat gevoel. Hier, nou kom ik weer niet uit. Nee! Waarom zijn oma's hier altijd zo goed in? Jezus, wat is dit? Oh, ik wil niet meer. Ik ben al 3 uur bezig met dit. Oh, kan echt niet. Ik heb zoveel respect voor de kerstman. En voor de paus. En voor de kerk. Sommige mensen hebben hun hele huis van binnen en buiten versierd. En mooi, hè? Ik heb hier zonder dolle gewoon een uur over gedaan. Dit is echt een kerstboom met ADHD. Sorry. Wat vind je van een kerstboom? Een kerstboom is toch goed? Ja. Een paar ballen en je bent klaar. Ja, dit is een beetje zoals dat kunstwerk van de banaan. En dan zie je alleen nog maar de lampjes. Jezus. En daar. Kijk eens naar de lampjes. Ted, wat vind jij van mama's boom? Dit is mooi. Zeg maar, oh. Vind je hem mooi? Oh, ik niet. Het ziet er echt niet uit. Zeg maar, oh. Echt. Ja, het ziet er niet uit, hè, schat. Nee, ik gooi er wat ballen in, dat is prima. Dan ga ik door met deze. Ik heb inmiddels de boom opgetuigd. Nou, dat is toch hartstikke gezellig, man. En een alpaca. Dit zijn balletjes met lampjes erin. Dat wist ik dus niet. Ik dacht gewoon dat het ballen waren. Helaas is er wel eentje gesneuveld. Maar goed, doen we gewoon zo. Ziet niemand het. En dit is mijn muurkerstboom geworden. Hij is wel een beetje lelijk, maar hij is wel gezellig. En dan heb ik hier ook nog lampjes. Hier, kom zitten op je billen. Kussentje zitten. Doe je me nou na? Oh, schatje, ben je moe? Ben je moe, lieverd? Oh! Dat is lief. Twee hoor, stouterd. Ejo, is van mij. Ejo! Vader en Hattie zijn weer weg. En het is inmiddels al 9 uur geweest. Ja. En Tedje en ik gaan naar bed, hè? Kom maar. Op het. Oeh. We gaan lekker in bedje liggen, Tedje. Wat zeg jij? Ted heeft echt een heel grappig plukje op haar hoofd. Kijk, zo kan je het goed zien. Iedereen. Mooi plukje, hoor. Ja, schatje. Heb je een mooi plukje op jou? Kom, laat me je plukje zien dan. Nee. Nee? Hoezo niet? Kom. Lig je lekker, schat. Je bent heel verkouden, hè? Dit doet ze dus. Dit. Oh, je bent moe, hè? Laat me nou een keer je plukje even goed zien. Even stilzitten een keertje. Hier, kijk. Dan kan je jezelf zien.
Inclusief je mooie pluk. Nou ja. Een aap nou. Hoe doet de aap? Hoe doet het aapje? Ze wordt gek van mij. En het kipje doet? Pok, 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 pok. Tok, tok, tok. Je zet me echt zo voor lul nu, want dit doe je normaal altijd met me mee. Niet weer mijn bril pakken. Nee. Hoe doet het aapje? Hier. Nou kan je hem opdoen ook. Nee, 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 los, los. Hyper de piep. Nou jongens, ik ga lekker een fles voor Ted maken en slapen. Dan ga ik Ted naar bed brengen en dan gaan we lekker slapen. En, auw! Auw! B. Wat een lekker sperpje heb ik hier. Een baby sperp. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En ja, dit was een hele chill zondag. Ja, precies dat wat jij nu doet. Dat hebben we veel gedaan. Doei allemaal!